Hi, Robin hier en welkom bij de tweede video van het maken van het bureau. Ik heb de afgelopen dagen heb ik nog een aantal dingen veranderd wat ik ook de vorige video al zei dat ik zou gaan doen. Dat is namelijk, eens even kijken of ik dat weer mooi op kan krijgen. Deze lade die zat eerst zat die dus hier ook, waardoor de afstand hier gewoon te klein was. Die heb ik dus 10 centimeter naar beneden gedaan en ik heb uiteraard hier ook de tweede plank heb ik gemaakt. Wat ik verder ook heb gedaan is hier deze gaatje al even dicht gemaakt, want dat was natuurlijk niet netjes. En wat ik ook had gezegd dat ik zou doen was deze plank vastzetten, dus dat heb ik ook gedaan. Verder heb ik alles netjes geschuurd, alle gaatjes van het plamuur allemaal netjes afgewerkt en schoongemaakt uiteraard, zodat we dat goed kunnen verven. En verder heb ik net andere kleren ook aangetrokken om natuurlijk alles in de grondverf te gaan zetten. En daar ga ik ook weer een timelapse van maken. Verder zal deze video over meerdere dagen gemaakt worden. Dat houdt in dat ik natuurlijk eerst grondverf schuren en daarna alles gewoon in de lak ga zetten. En dan het laatste moment, het laatste stukje video zal de onthulling eigenlijk worden met hoe alles eruit komt te zien. Het enige waar ik nu nog even op moet wachten is op de LED-strips. Die hebben wat vertraging opgelopen. Die gaan uiteindelijk gaan ze vastgezet worden. En hier op de achterkant. Dus die zal ik ook in de verf gaan zetten. En de reden waarom ik dat moet doen is zodat het beter blijft pakken allemaal. Nou ja, veel plezier met kijken. En vergeet niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten zodat je een bericht binnenkrijgt. Zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Dan zeg ik voor nu veel kijkplezier. Nou, ondertussen zijn we iets meer dan een uur verder. Ik heb net alles één keer in de grondverf gezet, zoals je hier heel mooi kan zien. Ik heb mezelf uiteraard ook gewoon helemaal netjes mee geverfd, allebei mijn handen. De bedoeling was geen flauw idee. Maar in ieder geval, dit is wat het blijft qua grondverf. Als het droog is en dat zal nog een uurtje of twee duren, dan kan ik het gaan overschilderen. En dan zal uiteraard de zwarte laag zal er overheen komen. Die heb ik nu even niet zo 1, 2 bij de hand, maar dat komt er wel als ik dat ga doen. Voor nu wat ik nu ga doen is eventjes deze spullen hier even opruimen. Rolletjes weggooien, want dat kan ik toch niet bewaren. Het bakje even goed schoonmaken, want die heb ik zo meteen weer nodig. En er liggen hier nog wat andere grondverfspullen. Andere verfspullen, die moeten we ook nog even opruimen. En dan ga ik het in ieder geval voor vandaag even hierbij laten. Dan zal ik misschien vanavond even gaan schuren. En dan morgen is het zondag. Ja, morgen zondag. Dan ga ik de zwarte verf eroverheen doen. Ik weet alleen nog niet of ik hier of dat ik hier nog een oranje vlak ga doen. Of dat ik iets anders ga doen, maar dat zien we tegen die tijd wel. In ieder geval tot morgen denk ik. Zo. En dan zijn we op dag 2 aangekomen. Het was de bedoeling dat ik gisteren alles in de zwarte verf zou zetten. Maar ja, omdat het de eerste paasdag was, is dat niet doorgegaan. Maar vandaag is uiteraard dan de tweede paasdag, wat logisch is. En ik ga vandaag toch echt het bureau in zwarte verf zetten. Ik ga beginnen met de achterkant. Het lijkt alsof het heel dicht op de muur staat, wat ook redelijk het geval is, maar daar kan ik goed bij komen. Dan vervolgens ga ik hier de zijkanten ga ik verven en de binnenkanten en als laatste natuurlijk het bovenblad. Ja, dat is dat. Zo had ik het idee om op het bovenblad een oranje vlak te doen. Maar dat gaat dan waarschijnlijk wel heel erg oranje worden. Dus wat ik ga doen is al deze randjes hier, dat randje daar, die worden allemaal oranje. Om toch een beetje alles af te kunnen breken en dan gaan we wel zien hoe het verder gaat lopen. Ik zeg dan ook weer veel plezier met kijken. We'll be right back.
Zo, en dan zijn we bijna 2 uur verder. Ik heb net eerst eventjes alle kwasten en dingen die hier staan heb ik schoongemaakt. Dat was nodig omdat je wilde kwasten weer hergebruiken. Zoals je kunt zien heb ik daar ook nog wat randjes mee geverfd. Op zich is dat geen probleem. Eigenlijk één simpele reden, want daar komt later nog oranje overheen en dan zie je er helemaal niks meer van. Verder, de kwasten heb ik, zoals ik net zei, heb ik net de kwasten schoongemaakt. En het verfbakje. En de rollers, daar heb ik een plastic zakje of een boterhamzakje heb ik daar mee gegaan. Eigenlijk om een simpele reden, dan kan je de rollers nog een keer hergebruiken. Want in dit verhaal zit nu de eerste laag zit erop. En over 8 uur, dus dat zal nu, in ieder geval in de loop van de avond, kan ik hem voor de tweede keer verven. En dan hoop ik eigenlijk morgen, als alles goed gedroogd is door de nacht heen, dan hoop ik morgen de oranje laagjes of de oranje dingen hier over op te verven. En dan zou ik in theorie alles kunnen afronden en dan spullen kunnen neerzetten. In ieder geval, dit is een beetje hoe het eruit ziet. Dus zoals je kan zien is het ook erg glimmend allemaal. Ik heb de achterkant heb ik helemaal zwart geverfd. En voor de rest heb ik alles in hoogglans zwart geverfd. Het was even een flinke klus. Vooral ook heel lastig omdat je, zoals je hier kan zien, je toch best nog wel eens dingen meeneemt die je niet mee hoort te nemen. En dat is in ieder geval hoe dit er nu uitziet. Ik moet zeggen dat ik ondanks de vele moeilijke hoekjes en dingetjes dat het toch redelijk goed gelukt is. Nou, zoals daar dan zie je dat, zal ik even goed laten zien, kan dat? Ja, dat kan. Daar ook. Daar zie je nog een wit streepje. Dat is voor de tweede ronde. Dan doe ik daar even met een kwastje gart er langs. En dan vervolgens gelijk met de rollen eroverheen. Omdat je dan ervoor zorgt dat dan alles gewoon netjes egaal is. Ja, dit is voor nu even de update die ik kan geven. Ik ga de tweede ronde verven ga ik niet opnemen. Want dat heeft eigenlijk weinig toegevoegde waarde. Want dan zie je nog een keer alles geverfd worden. En hoe je het ook kan zien dat alles nog een keer zwart geverfd wordt. Er zit in de verf zit er een soort van paarse gloed zit er overheen. Dan kan je precies zien waar je al hebt geverfd of waar je nog moet verven. Dus dat is wel ideaal. Dan zeg ik weer dit verhaal tot morgen. Zo, daar zijn we weer. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Ik heb gisteravond heb ik alles nog voor een tweede keer in de verf gezet. Het is nog een soort van een beetje zacht. Waardoor ik er niks op kan zetten. Het enige wat ik nog wel moet doen is het bureaublad nog een keer in de verf zetten. Want het stukje hier, eigenlijk vanaf hier, tot aan het einde, daar zit te weinig verf. Waardoor je toch wel veel kleurverschil ziet en dat is niet heel erg netjes. Dus dat ga ik als eerste doen. Verder ga ik daarna eindelijk deze randen ga ik verven. En dan gaan we wel zien waar het eindigen. In ieder geval weer veel plezier met de timelapse. Zijn we inmiddels 2 uur verder. Ik ben niet de constante 2 uur ben ik bezig geweest met verven. Maar het was echt gewoon een helskwei om al deze randjes oranje te verven. Het is op zich het is goed gegaan. Alleen er zijn een aantal dingen waar ik wel tegenaan ben gelopen. Daar zal ik zo even naartoe gaan, want dat zie je zo niet echt direct. Het enige wat ik nu in ieder geval moet doen is de verf even laten drogen. En dan waarschijnlijk morgen wordt de tweede keer dan gedaan. Dan ga ik even laten zien wat ik ook bedoelde. Nou, in ieder geval deze rand hier, daar kan je vrij weinig aan doen. Helaas zit er ook heel veel stof erop, want ik heb een doek gebruikt in eerste instantie. Dus die stof daar kan je niks meer aan veranderen.
Maar het was voornamelijk hier, hoor. Het zijn al deze witte dingetjes die je hier overal ziet. Waar dat door komt, ik was dus deze rand was ik hier aan het verven. Ja, ik heb hem altijd mee geverfd. Deze rand was ik hier aan het verven. En toen vielen er allemaal stukjes grondverf, vielen dus hier op het blad. En dit blad is net geverfd, dus kan je er vrij weinig mee. En dat kan je hier dus zien overal. Het is in ieder geval vrij ernstig. En ook wat ik er even erbij wil zeggen, is dat deze randjes, het lijkt alsof het niet heel erg netjes is. Maar sowieso deze oranje rand wordt nog een tweede keer geverfd. En dan is het makkelijker om juist dan deze randjes, dit soort dingetjes, om die dan weg te werken met zwart. En de reden daarvoor is ook eigenlijk vrij simpel, want de lichte kleuren die dekken moeilijker op donkere kleuren, maar andersom zie je er niks meer van. Dus dat is op zich is dat wel een voordeel, dat ik dus gewoon zo meteen die rand nog een keer oranje kan verven. Uiteraard wel zoveel mogelijk overtollig oranje weghalen en dan nog een keer zwart gaan verven. En dan is het bureau in ieder geval qua verfgedeelte eindelijk klaar. Dan moet ik er even wachten totdat de ledstrips binnenkomen. Die komen waarschijnlijk het einde van deze week komen die binnen. En dan kan ik eindelijk het bureau gaan afronden en kan ik het eindresultaat laten zien. En tot die tijd zeg ik tot het volgende stukje. Nou, en we zijn nu inmiddels een paar dagen verder. Om precies te zijn, zijn we een week verder. Ik heb afgelopen woensdag heb ik de ledstrips heb ik binnengekregen. Ik heb deze oranje randjes heb ik nog een keer in de verf gezet. En het bovenblad heb ik nog een keer geverfd. Want zoals je eerder kon zien, zat er nog wat stof bovenop. Ja, er valt eigenlijk vrij weinig meer aan toe te voegen. Het enige uitdaging waar ik echt mee zat, was met de ledstrips. De ledstrips die... Ja, die plakte niet heel erg lekker. Nou, wat ik voor de volgende keer anders zou doen, is eigenlijk wel een ander soort verf gebruiken. Deze verf die ik heb gebruikt is dermate glad dat de ledstrips ook niet bleven plakken. En daarbij waren de afmetingen die ik heb gedaan, waren eigenlijk een beetje zoals in het instructieboekje stonden. Met als gevolg dat ik hier eigenlijk op het bureau maar twee schermen kan neerzetten. Hier en dat ik wat speakers ernaast kan zetten, want ik wil gewoon wel wat muziek hebben tijdens het werken. In ieder geval, ik ga nou even het resultaat laten zien hoe het bureau is geworden. Dit is dus hoe het bureau eruit is komen te zien. Zoals ik net zei, de ledstrips en alles geven best mooi licht. Zoals je hieronder ook kan zien is dat dit niet helemaal netjes is. Het lijkt op het beeld lijkt erger dan dat het in de werkelijkheid is. In de werkelijkheid zie je er eigenlijk vrij weinig van. Dus dit is hoe het is geworden. Er heeft uiteindelijk 3 weken tijd heeft dus een beetje ingezeten. Het valt op zich nog redelijk mee. Het had veel sneller gekund als ik s'avonds ook nog wat dingen had gedaan. In ieder geval, wat ik hier als resultaat eruit heb gekregen, ben ik er echt ontzettend blij mee. Ik ga er ook uiteraard gebruik van maken, anders had ik het ook niet gemaakt. En dan breekt Edit Robin nog even in.
De reden waarom ik de schroefgaatjes niet heb afgedekt is eigenlijk om een hele simpele reden. Wij krijgen ze nu en dan wel eens een logé over de vloer. Dan is het heel fijn om het bureau gewoon snel uit elkaar te kunnen halen. Het zal dan een half uurtje in beslag nemen. En dan het bed wat origineel stond weer in elkaar te zetten. Dan hebben we in ieder geval weer een extra slaapplaats. Dat is dus de reden mochten de vragen erover zijn waarom ik de schroefgaatjes niet heb afgedekt. Dan gaan we nu door naar het laatste stukje video. Zeg ik voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je al bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu...